hier echt helemaal niks hoor. Tuurlijk zie je er geen. We zijn midden in de stad. Ja, ik zie echt. En je hebt nog een niks. Verrekijker ook, Charlotte? Nee, echt geen één, zei. Ik zie er echt helemaal geen één. Nee. Mochten jullie het nog niet doorhebben, wij zijn op zoek naar bijen. Maar ja. Bijen zijn namelijk heel belangrijk voor de natuur. Eigenlijk is er geen natuur zonder bijen. Geen natuur zonder bijen. Maar geen bijen in de stad? In het park in de stad wel, maar ik denk dat we daar misschien even naartoe moeten. Dus gaan we naar het park? Naar het park. Kom. Ik blijf toch nog even kijken gewoon hoor. Ja, alleen maar om dat misselijk. Dat mag jij. Om lekker misselijk te worden. Let me tell you about the birds and the trees. Bijtjes! Waar zijn ze dan, de bijen? Ja, laten we eerst even kijken wat we allemaal weten over bijen. Oh, auw! Oh. Weet je al iets over bijen? Wikipedia! Nou, ik ben er klaar voor. Ik heb alles bij me. Dit is voor grote bijen. En dit is voor kleine bijen. Hey, wist je dat er 261 verschillende soorten bijen in Nederland zijn? De bijen steken alleen als ze echt in gevaar zijn, want wanneer ze steken gaan ze gelijk dood. Oh. Het is niet zo dat bijen graag steken. Hier is er een. Hier. Hier? Heb je al wat gevonden? Ja. Ze leven van nectar en stuifmeel. Ik weet niet zo goed wat het verschil is tussen een rommel en een bij. Maar dit is een soort zwarte bij. Dat is een van de 261 verschillende soorten bijen. Wist je dat de bijen ook allemaal een koningin hebben? Die legt 2000 eitjes gemiddeld per dag. Maar er was toch ook iets met een bijenkorf of zoiets? Ja, volgens mij is dat meestal in bomen. Zal ik even de boom in? Eens even kijken. Bijtjes. Zzz. Geen bijen! Ik heb hier echt heel veel bijen. Waarom zit ik nou aan deze boom? Ja, kom dan maar uit de boom. Ik weet de plek waar nog veel meer bijen zijn. Die is hier midden in het centrum van Rotterdam. Leuk hoor, bijen. Een tuin speciaal voor kinderen. Daar gaan we heen. Shai, ik weet het. We gaan naar de tuin. Stichting Onze Tuin. Schiet je nou op? Dan ja, en dan rollen. Maar dan maar. Ja? Yes. Wikipedia mee. Tas mee. Fiets mee. Ja. Kom maar mee. Zie je? In de tuin. Ik vond het wel leuk, de natuur in de stad. Er zijn toch ook allemaal verschillende soorten honing of zo? Bloemenhoning. Bijenhoning. Bijenhoning. Bloembijenhoning. Bijbloemhoning. Ook. Mooi hek, hè? Ja, past de fiets precies in. Nou, gaan we even wat leren, hè? Hoi! Welkom in onze tuin! Tuin is hier omdat we een stadsbiotoop willen creëren en kinderen iets willen leren over Moeder Aarde, een stukje grondbewustzijn bijbrengen. En dat lijkt me heel belangrijk voor stadskinderen. Dus geen computers, maar groen. Groen helemaal moet je goed doen. En vieze handen, toch? Een lekkere, vieze, goere, morre monster. Hier, lekker. Laat even zien. Laat even zien. Ik zag hem bij. Ja? Ja, dat was het verschil. Die zat hier net. Ja, maar dat zijn geen bijen. Nee. Dat zijn hommels, gek hè? Zie je, dit is dus precies waar we naar op zoek zijn. Iemand die alles weet over de bijen. Ja. Daisy, ten eerste, ik heb vandaag in het park heel veel hommels of bijen gezien. Wat is het verschil? Nou, heel veel mensen denken dat een bij is. En dat is zo'n lekker bollig uitziende hommel. Want het is helemaal geen bij. Bijen zijn, lijken net wat meer op wespen. En die zijn ook niet zo harig. Ze zijn net wat langer. Ook weliswaar gestreept. Dag, hommel. Wat vinden jullie eigenlijk zo leuk aan bijen? Dat ze op muur zitten en ze geven honing. En als jullie een bij waren, waar zouden jullie dan naartoe vliegen? Naar de bloem, Afrika. Afrika, daar is het wel heel warm, hè? En steken bijen ook of niet? Nou, je moet ze nooit bang maken, want anders gaan ze steken. Wat gebeurt er dan met je? Heb je pijn. En waarom is het zo belangrijk dat er bijen zijn? Omdat je anders dan vuurstof had en hun zorgen voor dat bloemen echt blijven leven. Bijen zijn essentieel voor onze voedselvoorziening, omdat zij bevruchten, zeg maar. Omdat zij bestuiven. Zij zorgen dat het alles zij zorgen dat alles verspreidt. Okay. En het verspreidt alles. Juist.
ze ziet een bij. Daar. Ik zie wel een aardbei. Daar. Bij is een leuk woord. Vind ik ook. Daar is de bij. Kijk jongens, daar achter. Ja, die is niet bol. Dat is echt een bij. Oh, kijk, dat is... daar loopt ze. Ja, die heeft maar met een Eindelijk. Shai, eindelijk. Geen hommel, geen weg. Zo hè, eindelijk. Geen aardbei. We hebben echte bijen gevonden. Ze zijn eigenlijk veel smaller dan je denkt. Ja, want eerst denk je, als ze zijn suf, die zie ik toch overal, maar eigenlijk blijkbaar dus niet. En wat moeten we doen om de bijen te houden? Tips voor de kijkers. Nou, je kan het beste ook plantjes in je tuin doen. En daar komen dan heel veel bijen. Niet of zo 2 of 3 bloemetjes, maar wel meer. Een soort van miljoen bloemen. Wat jullie er net hebben gezien. Ik wil jullie allemaal bedanken voor deze goede bijenles. Dag bijtjes. Doei bij. Doei. Dankjewel.